Ik sta hier met Ben de Wiel. En Ben is van het bestuur van de Stichting Monument voor de Arbeider. En wat is dat precies, de Monument voor de Arbeider? Monument voor de Arbeider is een schoorsteenproject. We hebben een half jaar geleden te horen gekregen dat er een schoorsteen in Ede beschikbaar kwam. Die moest wijken voor uitbreiding van de bestaande zuivelindustrie, FICA. En die schoorsteen zou gesloopt worden. En we hebben gedacht, nou, het is een mooie gelegenheid om dit terrein in Ulf, waar ooit 7 grote schoorstenen gestaan hebben, om die weer opnieuw te voorzien van een schoorsteen. Ja, en waar gaat die schoorsteen, waar gaat die ergens staan, zeg maar? Waar komt die te staan? Hij komt te staan, hij wordt straks gesitueerd in de buurt van de Oude IJssel, dus tussen het ketelhuis en het nieuwe gebouw van Nyssen, het innovatiecentrum wat daar gebouwd wordt op dit moment. Daartussenin komt hij te staan en dan een beetje richting Oude IJssel. En dat moet een monument worden. Dus dat betekent dat er ook ruimte komt om een eerbetoon te maken voor de mensen die hier vroeger gewerkt hebben. Ja, en het is een puur commercieel, er zit geen gemeentegeld, het is geen gemeenschapsgeld, hè? Nee, dit is een project wat gewoon geboren is op de bestuurtafel van de Oud-Uitkundige Vereniging en van het Nederlands IJsmuseum. Daar zijn eigenlijk de ideeën gegroeid om hier weer een schoorsteen te bouwen. Omdat dat toch een gezichtsbepalend element is. En die 7 schoorstenen die hier gestaan hebben, die waren natuurlijk heel erg bepalend voor de DRU, voor het aangezicht van de DRU, maar ook voor ook een beetje een symbool van de bedrijvigheid die hier toen plaatsvond. Mm-hmm. En mensen die nou enthousiast zijn geworden, wat kunnen ze doen? Want jullie hebben allerlei acties, zag ik. Maar de actie die nu loopt is hole-in-one, of niet? Ja. Op dit moment doen we een hole-in-one actie. We hebben al 1 weekend gestaan met het hele bestuur. Om mensen te verleiden een balletje te slaan en dan het liefst in 1 keer natuurlijk in de hole. Dan maken ze kans op hele mooie prijzen, brommers, etentjes, dat soort zaken. En die activiteit gaan we op het Centrumfeest in Ulf, dat is geloof ik 8 september aanstaande, doen we dat nog een keer. Maar daarna komen er ook nog meer activiteiten, want er moet nog best wel heel veel geld bij elkaar. Er is natuurlijk al heel veel gebeurd. Want ook het ophalen van de schoorsteen was natuurlijk een majeure operatie die heel veel geld kostte. En die centen zijn eigenlijk betaald door alle bedrijven die hier betrokken waren bij het DRU. Mm-hmm. Bij de opbouw, bij de hergebruik van al de DRU-panden. Ja, dus bij het Centrumfeest in Ulf, daar kunnen mensen jullie steunen. En daarnaast zijn er nog andere zaken? Ja, na het Centrumfeest doen we een actie om de schoorsteen ook een mooie naam te geven. Monumentvoordearbeider.nl, daar kun je heel veel informatie vinden. Maar dat is wel een heel lang woord, een hele lange naam ook voor zo'n mooie schoorsteen die we daar gaan bouwen. Dus we zoeken naar een betere naam, dat gaan we met een namenwedstrijd doen. En daarna komt een hele grote publieksactie waarbij we de stenen die aan die schoorsteen zitten willen verkopen aan het publiek. En mensen krijgen, in ruil daarvoor krijgen mensen dan een bewijs dat ze hebben deelgenomen aan dit monument. Dus hun naam wordt dan vermeld bij het monument. Oh, ja, klinkt allemaal heel goed. Ja, we hopen dat het succesvolle acties worden, want er is nog best heel veel geld nodig. Ja. Dankjewel voor deze toelichting. Graag gedaan.